En Isabel, jij gaat erbij dansen. En hebben jullie al een keer eerder samen opgetreden? Nou, eigenlijk niet. Nee. Nog niet. En jullie zijn broer en zus, dat is wel goed om te weten. En Mees, hoe is dat gegaan dat jullie nu toch hier met z'n tweetjes op het podium staan? Weet ik niet. Heb jij het liedje uitverkozen en dacht je toen, ik kan wel een leuke achtergronddanseres gebruiken? Ja. Zo is het. Oké. Zullen we beginnen? Ga klaarstaan voor het begin. Hier zijn Mees en Isabel met Pak maar mijn hand. Maar daar bij Hester was je ook al heel erg goed. Maar dan heb je een broertje meegenomen. Ja, en die zingt volgens mij, dat gaan we zo even checken buiten op de markt. Volgens mij weer de pannen van het dak gezongen. Echt, dat klonk als een klok. Echt waanzinnig. En nou, dat is misschien wel een goed idee voor die jongens uit Volendam die dit ook zingen, geloof ik. Om ook iets met dansen bij te doen. En om dan nog even aan te sluiten bij de opmerking van Marleen dat ze niet wijs zijn in Amsterdam. Isabel, wees blij, want het wordt geloof ik nu Rotterdam.
En in Rotterdam weten ze echt wel hoe ze met talent om moeten gaan. Heel goed gedaan. Even bijgepraat worden, maar dat is wat anders. Ik heb een tip voor jullie. Nou, eigenlijk vooral voor Mees. Want Mees, ik vond het geweldig om naar je te luisteren. Maar voor mij mag het liedje ook nog wat meer in je lijf gaan zitten. Op een gegeven moment gebeurde het een beetje, begon je een beetje te bewegen. Maar dat vond ik toch wel leuk. En de top is dat ik jullie een geweldige combinatie vind. Omdat het eigenlijk heel, ja, je verwacht het helemaal niet. En daarom vind ik het heel erg leuk dat jullie daar met z'n tweeën naast elkaar stonden en bewogen. Heel goed, dankjewel. Dit was jullie eerste overeenkomst, maar ik hoop niet jullie laatste met de tweede.